heerst vijf jaar wrede Duitse bezetting. Frits Philips zit uiteindelijk gevangen in het kamp Vught. En de Philipsfabrieken worden gebombardeerd. En Anton Philips is naar de Verenigde Staten gevlucht. Terwijl u gevangen zat in een Japans kamp. Want zo was het toch. Ja. Kunt u ons vertellen hoe of u daar terecht bent gekomen? En daar terecht ben gekomen? Ja, want hier was het oorlog, u was hier. Ja. Ja, en dan zit u gevangen in Japan. Nou nee, toen dus de televisie op haar rug lag, geen demonstratie meer gegeven zouden worden. Dat was dus toen we terugkwamen in september, oktober 1939. Toen was voor mij belangrijkerwijze de gein eraf. En ik was wel met die centimetergolven bezig en dat was natuurlijk heel wezenlijk. Ik heb daar de wonderlijkste proeven gedaan met vliegen en wurmen en weet ik wat allemaal. Om te meten hoe sterk zo'n zender was bijvoorbeeld. En wat de beste lamp was en welke golflengte dat nog kon zijn. Ik ben afgedaald tot onder de 10 centimeter golflengte. En dat waren allemaal dingen die later geweldig uitgewerkt zijn. Maar op het lab toen heel zeldzaam waren. En daar mocht ik dus aan werken. Maar eigenlijk was ook door die demonstraties voor mij de gein van het puur natuurkundig onderzoek. Waar ik echt wel van genoten heb en aan mee heb mogen doen, was eraf. Dus toen heb ik gezegd, kan ik in godsnaam nu eens eindelijk weer in Amsterdam gaan wonen. Het was voor mij al een hele opdracht geweest om naar Eindhoven te gaan. Dat ik ging elk weekend, in 1930, dat ik Amsterdam moest verlaten. Ja. En ik ging elk weekend ging ook voor 2,35 op en neer. Met de trein naar Amsterdam. Ja, Eindhoven. Dat was de enige redding. Maar toen was de trein een uur, iets meer, maar een vaste trein. Zaterdagmiddag om 2 uur. En maandagochtend om 7 uur terug. En dan was ik weer op tijd op het lab. Ja. Dus dat, als dat maar kon, was dat heerlijk. Maar dat vond ik nou niet meer genoeg. En ik was dus van die. Puur gelukkig zijn met de techniek was ik ook een beetje af door het feit dat ik er eigenlijk liever een programma over maakte dan dat ik het nog verder ontwikkelen zou. Toen heb ik technisch op de door mijzelf meegebouwde zender die intussen naar Hilversum was verplaatst, Huizen, heb ik de nachtuitzendingen technisch gedaan. Dus ik fietste uit Amsterdam en zette de zender in en die werd toen door Stets omgeroepen. Dat had het met mij samen ook al gedaan. En dat was dus een aantal nachten en enkele dag in de week. Maar voor de rest van de tijd was ik, de nachtuitzendingen waren om, ik meen, 2 uur, 2:30 afgelopen. En dan fietste ik terug uit Huizen. Hoe lang ben je daar nog niet? Hoe lang ben je naar de banken gegaan? Ja, nou, dat ben ik nog niet. Oh. Dat komt wel. En, mikkende op heel iets anders. En toen dacht ik, weet je wat, ik word dapper. Ik ga weg bij Philips, want dat zou het besluit zijn. Dat was niet gering. Maar ik vond het wel fijn die tijd, vooral omdat ik zoveel in Amsterdam was. Maar daar had ik ook meer tijd om hier eens te denken wat ik verder zou willen kunnen en mogen doen. En dat was dus. Philips was dat Eindhoven. Ik bedoel, dat had verder. En al die demonstraties zagen voorlopig met die oorlog niet erg opwekkend uit. Dus, dan zou ik niet naar het lab terug gaan, maar ik zou, dacht ik, naar de Balkan gaan. Naar Boedapest. Daar was ik geweest met televisie. Daar had ik een maand lang televisie laten zien aan de hele bevolking. Daar was ik dus bijna opvallend beroemd geweest. Dus ik dacht, ik ga daar als journalist heen. Ik kan met iedereen. Ik heb de president zelf laten interviewen voor televisie. Ik heb iedereen daar eigenlijk ontmoet. Iedereen zal mij eeuwig blijven herkennen. Dus ik ga naar Boedapest. Want ik dacht dat daar de oorlog zou beginnen. En dan word ik daar de oorlogscorrespondent. Wat mij betreft voor de hele wereld. Maar in ieder geval voor Nederland. En toen heb ik de trein genomen naar Boedapest. In april. Toen al? Nee, eerder. Maart. En ik heb er een boekje van nog. Ik weet de datum precies. En het is blijkbaar niet door het hoofd. Het is een jordaan.
En toen ben ik daar, heb ik dus een paar gelukzalige maanden doorgemaakt. En ik liet telkens 50 gulden van mijn Philips-pensioen, want dat had ik in zijn geheel opgenomen en op de bank gezet. En dan liet ik daarvan 50 gulden liet ik overmaken naar Budapest. En daarvan kon je leven en zeker kon ik er nog iets bij verdienen. Dat ging vrij goed. Ik fotografeerde veel. Ik maakte van allerlei groothertoginnen en zo de plaat voor alle kranten en zo. Dat ging leuk. En toen op een dag, was het 10 mei. En toen was de oorlog niet begonnen wat ik gedacht had in Hongarije. Maar toen was hij doorgezet in Holland. Dus dat was nou het enige waar ik niet naar terug kon. Toen werd het even moeilijk, want toen gingen de partijen zich vormen. En Belgrado, Budapest was twijfelachtig. Ik voelde het enige wat ik kon doen was naar Engeland gaan. En ik probeerde dat, maar ik kon niet meer door Frankrijk heen. Ik kon niet meer door Italië heen op een gegeven ogenblik. Ik kon er niet meer uit. Ik ben 3 dagen na de oorlog begonnen was, 3 of 4 dagen na de oorlog begonnen was, ben ik naar Zagreb gegaan. Ben ik van Zagreb, en dat was heel slecht, daar ben ik een week geweest en dat was heel gevaarlijk. Die waren echt zo fout als een hond, ja. Zoals al die mensen daar. Meteen met de Duitsers enzovoort. En ik had een slechte naam en ik werd ook gewaarschuwd dat ik gefusilleerd zou worden. En ik ben nog even bij de koning op bezoek geweest. Van, weet je wel, die jongen. Het was in Belgrado natuurlijk, ja. Toen ben ik van Zagreb naar Belgrado gekomen. Met geleend geld, wat ik toen later weer heb kunnen teruggeven. En ook gedeeltelijk met auto's wel, ja. Heb ik in Belgrado gezeten nog een maand, 2 maanden. Ik ben geloof ik op 10 juli had ik mijn visum. Vervanging kon ik het natuurlijk niet krijgen, ik kon er niet meer door en Spanje, Italië uitgesloten. Maar wel voor Turkije en voor Bulgarije, die heb ik veroverd. En toen ben ik in een goederenwagon naar Istanbul gekomen. Dat was heel wonderlijk. Enfin, het is zo'n lang verhaal jongens om de leuke dingen eruit te halen, maar goed in ieder geval. Ik heb daar in Istanbul een nacht in het park geslapen met al mijn bagage. En ik had in het Turks omgeroepen gedurende een jaar of langer. En dat, dus toen ik daar wakker gewerkt werd door een agent, toen begon ik in het Turks terug te slaan. En toen, het enige wat ik kon was te zeggen, dit is de zender PCJ en heeft je ons al geschreven. En wilt u ons nog gauw schrijven? Hartelijk bedankt voor degene die dat reeds gedaan hebben. Nou, en dat wist die man, dat was maar 1 man geweest die dat een jaar of 5 geleden gedaan had. Dus toen ben ik een beetje geholpen, ook zelfs door die Turken. En toen heb ik ben ik in Ankara terechtgekomen. Daar ben ik zeer slecht geholpen, überhaupt heel slecht, eigenlijk in alle opzichten door onze eigen consulaten. Dat was allemaal een beetje onkosher. Die wisten nog niet wat ze zouden moeten kunnen en gaan kiezen. Want intussen was Nederland bezet en wat moest dan zo'n ambassadeur doen? En wat was gevaarlijk? En ik was natuurlijk heel gevaarlijk, want ik had in de Balkan gezeten. En ik zou wel voor zijn gevoel dan fout zijn, maar onzeker. En ik heb daar hele gekke tijd gehad in Istanbul en daarna in Ankara. En toen, dan moeten we wel een paar weken nemen. En toen ben ik met een goederentrein in Bagdad terechtgekomen. Ik geloof dat die tocht een paar dagen geduurd heeft. En dat was wel hongeren ook en zo en een beetje moeilijk. En toen in Bagdad zat daar een Hollander met wie ik 2 jaar op kamers woonde had in Eindhoven. En dat was natuurlijk wel heel erg leuk, want die was bij Philips ook en wat had dat met Philips te maken, ik weet niet precies wat